En jij hebt toch geen examen meer te doen? Nee, nee, zeker niet. Maar ik moet mijn vak wel bijhouden. Hier. Test me maar. Oké. Nou, wat zijn de meest voorkomende bindweefselaandoeningen? Nou, dan heb je de collageenziektes, mm-hmm. Je hebt de connectieve tissue disease. Ja, collagenose. Ja. Hoi. Hey. Bram slaapt nog, geloof ik. Bianca? Hoe gaat het? Prima. Ja, ik hoorde van Sjors dat Henk raadt waarbij jij nu met jou wil opnemen. Is dat het enige waar iedereen het nog over heeft? Sorry, ik bedoel het niet zo. Heb je er nog met Wiet over gehad? Wiet, die zoekt hem uit. Het klinkt niet alsof jullie het hebben uitgepraat. Nee. Ja, maar Wiet heeft er toch juist voor gezorgd dat Henk Raad dat nummer nu met jou wil opnemen? Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Maar hij is een van de grootste producers van Nederland. Dit kan je doorbraak zijn. Niemand hoeft toch te weten waar dit nummer is. Hou er nou eens over op. Gaat dit nog wel alleen over dat nummer? Is het boeiend? Sorry? Hou nou op met dat gepieker en jezelf schuldig voelen. Je hebt je best gedaan. Ricky wil niks liever dan een carrière in de muziek, anders doet ze toch geen auditie? Ze heeft het zelf aan de neus voorbij laten gaan. Dat ze zo idioot gevoelig doet. Alsof ze het niet aan kan. Ze kan het ook niet aan. Je weet toch wat er speelde toen ze dat schreef? Ze moet zich niet zo aanstellen. Op deze manier kan geen enkele singer-songwriter een liedje uitbrengen. Wat in sommige gevallen ook wel beter zou zijn. Je vindt het toch wel grappig, hè, geloof ik? Hey, naar wat je allemaal voor haar hebt gedaan, zou Ricky wel wat dankbaarder mogen zijn. Ik weet precies hoe Ricky zich voelt. Ik ben ook door zo'n periode gegaan. En dat jij dat niet begrijpt, dat komt omdat jij in je heel je leven nog nooit een echt probleem hebt gehad.